Gordijnkunst zijn grote, licht doorlatende, genaaide doeken. Alles is genaaid als ware glas en lood. Dus niks is ergens opgenaaid. Overal kan er licht doorheen schijnen. Het wordt gemaakt van reststoffen uit gordijnwinkels en gordijnfabrieken. En inmiddels wordt het gelukkig genaaid door dames in Oekraïne. Dus zij ontvangen thuis in hun huiskamer het ontwerp, de benodigde stoffen, gewoon het hele naaipakket. En ik heb altijd iets voor Oekraïne willen doen en op deze manier komt het perfect samen. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Mijn inspiratie haal ik voornamelijk uit de natuur en de architectuur. En ik ben ongeveer al 25 jaar bront aan het gieten. Dat gieten, dat is een dat is cire perdue, noemen ze dat. En dat gaat door middel van een ontwerp wat je maakt. En dat ontwerp dat wordt van was gemaakt en daarna in een mal gegoten. En er komen gietkanalen en ontluchtingskanalen aan. En daarna wordt de mal wordt in een oven leeggestookt, zodat je een contraversie krijgt. Een holle ruimte. En die holle ruimte die ga je met... Like a worm on a hook. Like a knife from some old-fashioned book. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.